Waarschijnlijk moet je niet naast me dan gaan slapen, want het gaat enorm stinken. Maar het is heel erg lekker. Mijn naam is Debbie Gerritsen. Ik ben columnist en podcastmaker bij het Algemeen Dagblad. En in deze aflevering van de videoserie Ask Me Any Skin wordt mij het hemd van het lijf gevraagd. Mijn grootste ergernis is als mensen niet kunnen luisteren. Dus soms zit ik wel eens aan tafel bij mensen of bij familie of bij vrienden en dan gaat iedereen zijn eigen verhaal afsteken en dan wordt er niet geluisterd. En dat is misschien ook een beetje beroepsdeformatie, want ja, ik luister heel veel als je interviewt en dan ben je gewoon getraind om te luisteren. Ik ben echt goed in mijn vel als ik helemaal in balans ben. En dat betekent dat ik veel sport. En dat ik ook de tijd neem om te ontspannen. Dus ook veel gezelligheid. Ik ben ook heel erg fan van de middagdutjes. Dus van de siestaatjes. Maar mijn huid moet ook heel erg in balans zijn. Sanex heeft een hele fijne lijn. De Sanex Expert Skin Health lijn. En zij hebben eigenlijk voor alle type huid een douchegel. Dus dat is heel fijn. Nee, ik denk niet waar, want je huid is natuurlijk het grootste orgaan in je lichaam. Dus als er iets niet goed is met je huid, ja, dan denk ik, of dan neem ik aan, dat het dan ook invloed heeft op je immuunsysteem. Hoe oud ik ben ik een beetje zat. Ja, op een gegeven moment hoef je dat niet meer echt te beantwoorden, vind ik. Ouder worden is helemaal niet erg. Ik vind het echt niet erg. Maar het definieert ook niet wie ik ben als persoon. En ik denk dat we dat bij elkaar sowieso niet hoeven te vragen. Ik bedoel, je bent wie je bent. Ik ben columnist bij de krant en ik heb een mening. Dus ik krijg wel veel DM's en veel mails met soms hele leuke reacties, maar heel vaak ook hele vervelende reacties en heel persoonlijk. En de ene keer kan ik daar heel goed tegen en de andere keer raakt het me enorm, maar it comes with the job. Even kijken, tekenen van een beschadigde huid. Ik denk vlekken, donkere vlekken. Of witte vlekken eigenlijk. Ja, maar ja, gewoon vlekken. rimpels? Nee, dat is gewoon ouderdom. Dat is prima beschadigd. Je moet op huidcursus. Maar ik kan je echt 's nachts wakker maken voor een glas Cremant, zo'n lekker koud glaasje bubbels. En daarnaast, niet schrikken, een haringje. Love it. Het is echt, waarschijnlijk moet je niet naast me dan gaan slapen, want het gaat enorm stinken. Maar het is heel erg lekker. Dit was de laatste aflevering van Ask Me Any Skin. Thanks voor het kijken.